Scholieren van groep 8 krijgen online voorlichting. En basisscholen vrezen voor uitval door coronavirus. Goedenavond, welkom op het Edison College. Mijn naam is Chantal de Keijzer, ik ben docent. Basisschoolleerlingen in Apeldoorn konden gisteravond inloggen voor de presentatie van de middelbare scholen die ze van tevoren hadden uitgezocht. Deze kwamen vervolgens één voor één voorbij en er was ook nog de gelegenheid om via een chat vragen te stellen. Ook weer een beetje apart, want je loopt niet zeg maar door de school of zo. En dan kun je zeg maar niet dingen in het echt doen, niet dingen in het echt beleven. Maar dan zit je gewoon achter een scherm te kijken. Het gevoel bij een school zegt wel heel veel. Maar op dit moment kunnen we gewoon even niet anders, denk ik. En proberen we zo goed mogelijk via de livestream een gevoel te geven. En wat hoop je dan vanavond te leren? Wat voor dingen ze daar doen, zeg maar. Want daar doen ze dan weer andere dingen dan we op de basisschool doen. Hoewel de online presentaties allemaal goed verlopen, ontbreekt natuurlijk wel het echte gevoel van het bezoek aan een school. Mogelijk kan dit later dit jaar nog wel. We hopen dat dit dan een goed moment is om in ieder geval een eerste kennismaking te doen met de school. En dat ze ongeveer weten wat ze kunnen verwachten als ze hier op een doemiddag gaan komen in november. Mist u ze een beetje, de kinderen hier? Ja, absoluut. Daar gaat het om, toch? Om de kinderen. En als ze er niet zijn, ja, dan mis je die wel. Hoe spannend zou je het vinden om daar dan voor de eerste keer rond te lopen? Heel spannend. Een hele zware tas. Loop je daar naar school? Hier ben ik. Wat is het probleem? Lorel Vlaanderen brengt hier haar zoontje naar basisschool De Diamant. En daar is ze blij om, want vorige maand moest de lagere school noodgedwongen 2 dagen dicht omdat er te veel leraren thuis zaten vanwege corona. Lorel probeerde toen haar zoontje bij het onderwijs op afstand te ondersteunen, maar dat was niet makkelijk. Ik vind dat heel ingewikkeld. Je eigen werk moet ook doorgaan, het schuift wat op. Je moet het met z'n tweeën afstemmen. Wie is er wanneer bij de kinderen, wie is er wanneer aan het werk. Ja, dat is echt een puzzel. Ook voor de kinderen is het dan afzien. De kinderen missen echt de school. Ze missen het groepsverband, ze missen de gezelligheid, het contact met de leerkracht. Nee, het is echt geen ideale situatie. Gelukkig is de basisschool weer open. Maar een flink deel van de leerkrachten van de 27 scholen van schoolkoepel PCBO zit ziek thuis. In afwachting van een uitslag van een coronatest. Daarbovenop komt nog de inmiddels begonnen typische griepperiode. Het is dus afwachten of scholen of klassen niet weer op slot moeten. Maar noodscenario's liggen klaar. We zorgen dus al voor dat er een lespakket altijd klaar staat. Dus mocht het zo zijn dat kinderen acuut thuis komen te zitten, of een klas of één kind, omdat diegene met lichte klachten thuis komt, kan dat kind meedoen of kan die klas meedoen vanuit thuis. Het lijkt alsof iedereen al met dat scenario rekening houdt. Ik verwacht wel dat we dit vaker gaan horen om ons heen. Het lerarentekort was al bekend. En daarbovenop dan inderdaad de gebruikelijke verkoudheden. En daarbovenop dan nog de coronacrisis.